Na twee overwinningen op rij ging VVV vorige week flink onderuit tegen PEC Zwolle met 4-0. En in deze wedstrijd moet het de wedstrijd van het herstel worden met de eerste kans voor VVV via Nick Venema. Venema, die het altijd goed doet tegen top, al scoorde in het verleden al 5 keer tegen top in 8 duels. Hier is de thuisploeg voor het eerst met de vrije trap van Joep van der Sluis. Top Os dat weet dat het vorig seizoen zowel uit als thuis won van VVV. En hier met Mathieu in de aanval is. Trevor David. Voorzet en de kopbal. Hij wordt meer geschampt die bal door Rochon van Eijma. Eerste goede kans voor de ploeg van Christophe Aalbrecht. Top Os won het openingsduel met 3-0 van Jong Utrecht. Maar verloor de laatste 2 wedstrijden zonder daarin ook te scoren. Nu hier met Mathieu in de aanval. En dit is een overtreding. Ja, dan komt de strafschop. Sedláček. Rechts achterin maakt de overtreding, raakt Justin Mathieu. En dan komt er een strafschop. Dat is het oordeel van scheidsrechter Luc Timmer. En ook nog een keer geel voor Sedláček. Komt niet lekker uit. En dan Mathieu. Oh, die is wel heel koelbloedig zeg. Met een panenkaatje scoort hij de 1-0 in deze wedstrijd. Lucas Sima is kansloos. En Mathieu met zijn 3e van het seizoen nadat hij eerder, toen er met 3-0 werd gewonnen van Jong Utrecht, ook al 2 keer scoorde vanaf 11 meter. Bij VVV trouwens een debutant in het doel. Thijs Jansen en voorin Toshio Leek. Die is hier aan de bal. Leek. En creëert daar zelf de ruimte voor het schot. En dus de volgende kans. Veel fans meegereisd uit Venlo. 227 stuks maar liefst. En die hopen dat VVV hier een keer gaat winnen, want dat was voor het laatst in januari 2017. Maar voorlopig is het Top Os dat hij hier de volgende kans krijgt. Sima bokst die bal weg. Rebound wordt dan ook niet echt lekker weggewerkt naar het schot van Rick Dekker. En dus blijven zij dromen, de fans van VVV, van die 0-3 in januari 2017. 2 keer Vito van Krooi toen en 1 keer Joey Slegers. VVV. Daar is een voorzet, een lage voorzet en daar is de gelijkmaker. Tijmen Verheijen. Hij scoort de 1-1. En natuurlijk vreugde bij de uitfans. Venema ziet daar de ruimte en daar is heel veel ruimte bij Tijmen Verheijen die nog steeds geen contract heeft. Misschien wel raadzaam voor VVV om dat even te regelen voor 1 september. In de tweede helft dan gaat VVV op jacht naar meer. Komt er ook, zoals Rick Kruijs had voorspeld, wat meer ruimte om te voetballen. En komt hier ook de eerste kans. Maar daar is die debutant in het doel, Thijs Jansen. Hij wordt gehuurd van Feyenoord, die de bal klem vast heeft. Norbert Alblas gaat vertrekken naar een eredivisieclub. Dat is het verhaal. Welke, dat is nog niet duidelijk. En Thijs Jansen, gehuurd van Feyenoord, blijkt in deze wedstrijd een prima vervanger van Alblas. Komt de thuisploeg weer. Lage voorzet in de kluts en bijna daar de 2-1. Ladan dicht bij de voorsprong voor Top Os. Hier gaat het fout in de opbouw. Daar is Venema. Venema legt af en dan de kans voor Roemer. Maar Van Eijma, de man die eigenlijk in de fout gaat daar, maakt het zelf goed door die bal nog net weg te tikken. En zo is het een boeiende wedstrijd in het Frans Heese stadion. Die lijkt te gaan eindigen in een gelijkspel. Of komt VVV hier nog een keer? Veel ruimte. Venema. Die zou ik toch niet aan de bal willen zien, wetende dat hij vaak scoort tegen Top Os. Maar dit schotje is heel makkelijk. En recht in de handen van Thijs Jansen. Zo lijkt het beste bij de bezoekers er ook wel vanaf. We zitten dan in de 93ste minuut. Het gaat niet lang meer duren hier. Als de bal nog 1 keer voor wordt gegooid. Het afleggen en... Oh jee! Oh jee! Daar is hij weer. Nick Venema. Hij scoort de 2-1 alsnog voor VVV. Zijn maatje voorin, Sven Braken met assist. Als Van Rooyen die bal nog een keer voor het doel gooit. Ja, Rick Kruijs kan het niet geloven. Venema. Laag, hard. En dan toch de winst voor VVV Venlo. Het wint met 2-1. Dankzij die late goal. In Os.